Het boek wat een van mijn lievelingsboeken is, is Zeg kleine bij, wat dans je mooi. Het is een serie over dieren en het gaat over Doris, de bij die op zoek gaat naar de zoetste nectar. Het is een wedstrijdje met haar zusjes, want ze willen allemaal de beste, lekkerste, zoetste nectar vinden. Doris komt allerlei bloemen tegen, rode, gele, blauwe en uiteindelijk wijst ze al haar vriendinnetjes de lekkerste nectar aan met een bijendans. En de bijendans is een manier van bijen om aan de anderen te laten zien waar de route is, waar de lekkerste nectar te vinden is. Waarom ik dit boek zo leuk vind, zo belangrijk, is omdat bijen voor onze natuur zorgen, voor het voortleven van de natuur. Ze zorgen voor het fruit, voor de appels, de peren. En als de bijen er niet waren, ook al vinden we ze soms een beetje eng, dan zou het met onze natuur steeds minder goed gaan. Met dit boek kun je de kinderen echt een prentenboek laten beleven. Je kunt dus een muziekdocent uitnodigen om de dans en het liedje wat in het boek staat te zingen. Of ook een dansdocent. En zo beleven kinderen een prentenboek meer als dat ze het alleen maar voorgelezen krijgen. En daarom vind ik het zo leuk.